Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Regering verhoogt sociale uitkeringen aanzienlijk. Streefdatum introductiebelasting toegevoegde waarde gesteld op 1 juli 2022. Tijd voor implementeren projecten en maatregelen door regering. Minister Matura vraagt parlement concrete voorstellen ter verbetering COVID-19 dienstverlening. En vaccinatie kan je leven redden. De regering heeft besloten per 1 maart de sociale uitkeringen aan de sociaal zwakkeren te verhogen. Dit is besloten in de regeringsraadsvergadering op woensdag 26 januari en maakt deel uit van het herstelplan. U hoort meer van professor Martin Schalkwijk over de bijstelling van het sociaal vangnet tijdens de recente regeringsraad. Ja, vandaag is de regeringsraad bij elkaar gekomen en die hebben eigenlijk besluiten genomen over de bijstelling van het sociaal vangnet voor 2022. We hebben een sociaal vangnet, maar dat was nog niet helemaal uitgewerkt voor 2022. Dus vandaar dat deze vergadering nodig was. Nou, er zijn besluiten genomen. Er is een beleidsnota geweest en die is aangenomen. Die beleidsnota is voorbereid samen met discussies in het tripartiet overleg, discussies met sociale zaken en met verschillende ministers en ook alles op een rijtje gezet. De evaluatie van het afgelopen jaar, wat is er goed gegaan, minder goed gegaan. En dat heeft gemaakt dat we zijn gekomen tot die bijstelling van het sociaal vangnet. En misschien kan ik aangeven dat er toch wel 3 belangrijke zaken uit zijn gekomen. Dat de AOV wordt bijgesteld van 1000 naar 1250 per maand. En dat gaat in per 1 maart. Voor de mensen met een beperking, die kregen 750 per maand, is er een flinke optopping naar 1750. Vanuit die groep waar er klachten gekomen van hé, dat is onvoldoende. En we waren begonnen met 325, geloof ik, januari 2020. Dus dit is toch wel een behoorlijke optopping. Maar dat is een groep die problemen heeft soms om werk te vinden. En in deze tijd hebben die het extra nodig. Dus vandaar die extra handreiking. En voor financiële bijstand aan zwakke huishoudens is er een optopping van 1000 SRD naar 1250. En dus dat is wel een behoorlijke verhoging als we kijken van waar begon dat. Financiële bijstand voor zwakke huishoudens was 2 jaar geleden nog 33 SRD. En nu is het al 1250. Het zijn misschien nog niet de bedragen waar mensen van kunnen leven, maar wel om te ondersteunen. Omdat we aannemen dat veel mensen toch ook andere inkomsten hebben. Maar dat wordt dan per geval bekeken door sociale zaken. Er is een bestaande faciliteit voor mensen die vanwege COVID hun werk kwijt zijn geraakt, werkloos zijn geworden of minder inkomsten hebben. Die faciliteit blijft nog een jaar bestaan. Die mensen krijgen een uitkering van 1500 per maand. En er is een nieuwe faciliteit bijgekomen voor, laat maar zeggen, oudere senioren burgers die alleen van AOV leven en die geen pensioen hebben of een heel laag pensioen. En daar gaat worden samengewerkt met Bureau voor Gepensioneerden van de Overheid, BBGO.
En die gaan dan helpen om die groep te identificeren en ook een aanvulling kunnen die dan krijgen. De streefdatum voor de introductie van belasting toegevoegde waarde is gesteld op 1 juli 2022. Verschillende stakeholders hebben zich tijdens de regeringsraadsvergadering op 26 januari 2022 gebogen over dit vraagstuk. Fiscaal jurist Roy Reiger geeft een uiteenzetting van de noodzaak en voorbereidingen ter invoering van BTW. Nou, we hebben eigenlijk de regering een update gegeven over de invoering van de BTW en waar we staan. Introductiedatum is 1 juli, maar het is natuurlijk niet alleen de wet, de hele organisatie om uiteindelijk succesvol te zijn bij de introductie. Dus ook de organisatie, het voorlichten van het publiek, want natuurlijk over de hele wereld, niemand wil belasting betalen. Tenzij je weet dat je het betaalt voor goede doelen. Dus de informatie aan het publiek wordt eigenlijk is de sleutel van het succes. Dus we zijn nu strak bezig om te zorgen dat de invoering per 1 juli zou kunnen plaatsvinden. Het uitgangspunt van de invoering van de BTW, misschien moet ik even vertellen waarom het zo belangrijk is om de BTW in te voeren. Die BTW als consumptiebelasting, we zitten ook, dat is de huidige situatie ook in ons land. De overheid heeft een hele grote uitdaging om genoeg middelen te verdienen om haar doelen te kunnen financieren. En de BTW helpt daarin beter, omdat consumptiebelasten betekent dat iedereen in het land belastingplichtige is, ook een pasgeboren baby. U weet het, we worstelen ook met het vraagstuk van de informele sector. Maar ook de mensen in de informele sector zijn consumenten. Dus die gaan beter bijdragen. De bedoeling van de BTW is niet, dat is het uitgangspunt, dat mensen meer belasting moeten gaan betalen. De bedoeling is om een verschuiving te laten plaatsvinden, om mensen in de loonbelastingssfeer minder te laten betalen. Dus netto meer overhouden. En eigenlijk hebben we al een voorschot genomen in het kader van het tripartiet akkoord door het verhogen van die belastingvrije som. We gaan een volgende stap maken bij de invoering van de BTW. Dus om ervoor te zorgen dat mensen, wanneer ze hun loon gaan genieten tegen die tijd, ze naar verhouding minder loonbelasting betalen. Dus netto meer. Maar wanneer ze naar de winkel gaan en spullen gaan kopen, gaan ze bepalen. Dus ze komen ook in een positie terecht om een beetje zelf te kunnen bepalen hoeveel ze gaan betalen. Natuurlijk hebben we de grote uitdaging dat een grote groep mensen, zeker nu we de belastingvrije som hebben opgetrokken, geen loonbelasting meer betaalt. Belangrijk wordt dat we dus met een goed vrijstellingenregime komen om basisgoederen, en met basisgoederen en diensten bedoelen we niet alleen goederen om te eten, maar ook gezondheidszorg, onderwijs, wat iedereen dus nodig heeft om ook daarin zoveel mogelijk te voorkomen dat de BTW als extra kostenpost voor burgers gaat gelden. Maar het is een enorme uitdaging. Als laatste, we hebben geen keus, we moeten het doen. Van de ongeveer meer dan 200 landen in de wereld hebben 200 al de BTW. In de CARICOM zijn wij het enige land zonder de BTW. En nogmaals, de basisgedachte is dat we de financiering van overheidsuitgaven beter moeten gaan organiseren. En de BTW is daar een heel belangrijk middel om dat succes te organiseren. President Chandrika Prasad Santokhi heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging van Economisten aangegeven dat dit de periode van plannen is. De regering gaat nu met volle kracht inzetten op de implementatie
van de vele projecten en maatregelen. Kijkt u mee naar het volgende fragment uit de nieuwjaarsrede van de president. De periode van plannen is voorbij. En de regering gaat nu met volle kracht inzetten op de implementatie van de vele projecten en maatregelen. In de regeringsraad van 12 januari jongstleden zijn een aantal besluiten hierover genomen. Er zijn 12 trajecten en beleidsdomeinen voor de verdere verbetering van de sociaal-economische situatie geïdentificeerd, waarvan een aantal ook is uitgezet. Te weten, herstelplan, uitvoering, IMF-programma, tripartiet akkoord, NRR-traject, namelijk uitvoeren van een strategisch plan, uitvoeren van investerings- en ontwikkelingsprojecten, en wij hebben als regering 85 projecten geïdentificeerd voor de verschillende sectoren. Uitvoeren van het sociaal programma, inclusief het sociaal vangnetprogramma. Uitvoeren van het COVID-19 programma en strategie. Management en strategie voor parastatale bedrijven, waarvan de eerste presentatie al geweest is van welke van die parastatale bedrijven verder verbeterd moeten worden, geprofessionaliseerd zal moeten worden, maar ook die bedrijven die onder een vergrootglas gaan, waarover we besluiten moeten nemen als regering, van commercialiseren, privatiseren, verkopen, maar ook een groep van die parastatale bedrijven waar we zeggen, die moet opgedoekt worden. Veiligheid is een ander beleidsdomein. Integrale aanpak van het veiligheidsvraagstuk. Klimaatsverandering. Integrale aanpak ontwikkeling binnenland. En de dienstverlening naar de samenleving. Voor elk van deze trajecten zal deze week nog een onderraad worden ingesteld, waarbij een clusterteam van ministers betrokken zal zijn. En de president zal zelf aansturing geven aan al deze beleidsdomeinen. Daaronder, onder die clusterteams van ministers, zullen technische teams die de uitvoering moeten voorbereiden en monitoren, worden ingesteld. Voor enkele trajecten, KSIKO beleidsdomeinen, is dit inmiddels al gebeurd. Er wordt thans gekeken naar de verdere uitvoeringscapaciteit, het aantrekken van deskundigen en het geven van extra incentives voor diegenen die reeds vanuit de overheid projecten trekken. Ook hier zult u de komende tijd meer van horen. De regering staat heel positief tegenover het particulier initiatief. Dat betekent dat zowel het binnenlands als het buitenlands bedrijfsleven ruimte zal krijgen voor het opzetten van bedrijven in Suriname. Die ruimte bestaat er al, maar kan hier en daar verder verbeterd worden. We hebben dan over een goed ondernemers- en investeringsklimaat. Daarbij is het herstel van vertrouwen in de centrale bank en het financiële systeem essentieel, zoals aangegeven in het regeerakkoord. We hebben daarin inmiddels behoorlijke vooruitgang geboekt en ook samen met het IMF zal gewerkt worden aan het verder versterken van ons financiële systeem en het volledig herstel van vertrouwen. De samenleving zal de handen in elkaar moeten slaan en leiders zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen wanneer het gaat om het terugdringen van COVID-19. Volgens minister Krishna Kumari Mathura, ad interim van Volksgezondheid, is de huidige situatie niet om mee te grappen of politiek te scoren. Tijdens de parlementsvergadering van dinsdag 25 januari vroeg zij het parlement om met concrete voorstellen te komen, dialoog te voeren en discussies aan te gaan hoe tegen de achtergrond van COVID-19 de dienstverlening naar de gemeenschap te verbeteren. Het sedert eind december 2021 inderdaad een grote toeloop is geweest naar de swabposten. Er is toen ingegrepen
vanuit het ministerie van Volksgezondheid, want we zagen een grote toename en lange wachttijden. Dus de swapposten zijn toen uitgebreid. RGD heeft swapposten, medische zending heeft swapposten, BOG heeft swapposten. En de openingstijden van de swapposten zijn verlengd. Tot 8 uur waren sommige swapposten open. De swapposten van de RGD hebben in 2 shiften dienst gedaan, in de ochtenduren en in de middaguren. En wat we zien is dat de wachttijd is afgenomen en dus ook de drukte bij de swapposten is afgenomen. Wat we ook gelukkig kunnen zeggen dat er een afname is in de cijfers van positieve en dat daar zijn we meer blij mee en dat we hopen dat inderdaad die trend zich blijft voortzetten. Een andere vraag was de monitoring. De monitoring van COVID-positieve. Daar kan ik uw parlement meedelen dat de huisartsen belast zijn met de monitoring. Wanneer mensen positief getest zijn, moet zo een patiënt contact maken met de huisarts. En dan wordt die elke dag gebeld en dan vindt de monitoring plaats. Als de situatie verergert, dan wordt er contact gemaakt met ziekenhuizen en dan wordt zo'n patiënt inderdaad, als het nodig is, opgenomen. De ontslagcriteria, daar was ook een vraag van wanneer is iemand weer COVID-vrij en mag hij weer zijn werkzaamheden hervatten. Die ontslagcriteria zijn inmiddels bekendgemaakt door het ministerie en zijn gedeeld met de huisartsen. En is duidelijk dat er medische grondslagen moeten zijn om te zeggen van iemand is COVID-vrij. En alleen dit wordt alleen bepaald door de huisarts of bedrijfsarts. En dit mag onder geen enkel beding bepaald worden door de werkgever. Want dat was een vraag van is de werkgever bevoegd om dat te bepalen? Nee, werkgever kan en mag dat niet bepalen. Het is alleen een verantwoordelijkheid van de arts, de huisarts of de bedrijfsarts. Die mogen bepalen wanneer zo'n patiënt COVID-vrij is en weer uit de isolatie mag of uit de quarantaine mag. Vaccinatie kan je leven redden. COVID-19-vaccinatie biedt bescherming tegen ernstige ziekte, ziekenhuisopname en overlijden. Er zijn aanwijzingen dat als u gevaccineerd bent, de kans kleiner is dat u het virus aan anderen doorgeeft. Wat betekent dat uw beslissing om het vaccin te nemen ook de mensen om u heen beschermt. Blijf zelfs nadat u gevaccineerd bent de voorzorgsmaatregelen nemen om uzelf, familie, vrienden en iedereen met wie u in contact komt te beschermen. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.